Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben Dave Hipke, de eigenaar van Digischool International Breda, voorheen Digischool Breda. Misschien wel bekend bij de meeste kijkers. We zijn de naamsverandering aangegaan en het heeft te maken met alles wat wij in 2019 gaan doen. We gaan vooral de markt op als educatiecenter voor de DJ en muziek produceren. Daarnaast doen we ook groepslessen geven voor jongeren vanaf 7 jaar. Ja, de scholen vragen hier ook steeds meer om. De scholen willen ook meer muziekles anno nu hebben. Dus naast de traditionele instrumenten willen ze ook het digitale. Willen ze graag via CKV-lessen of gastlessen die wij ook verzorgen. Willen ze de jongeren attenderen dat er veel meer is dan een PlayStation. Ja, de laatste tijd is veel in het nieuws geweest, onder andere met de koningin Maxima, over het project Meer Muziek in de Klas. Waarin zij ook in een commercial onder andere verscheen. Omdat muziek ook stimulerend is voor kinderen. Onder andere ook op het gebied van hersenontwikkeling. Dat muziek daar goed voor zou zijn. Wat is jouw mening daarover? Ja, dat muziek sowieso heel goed is voor de mens, is al jaren gebleken. En ik ben ook heel erg blij dat koningin Maxima heel erg actief is in de muziek om dat te stimuleren. En wij werken samen met Nieuwe Vesten in Breda als het gaat om 1, 2, 3 Zing, wat op de basisscholen worden uitgerold. En wij richten ons vooral op een stukje muziek maken. En natuurlijk DJ hoort daar ook wel een beetje bij. Wat onze doelstelling is om de komend jaar is zeker om jongeren, maar eigenlijk iedereen gewoon meer bewust te maken van wat je met muziek kan doen. Behalve het horen of het luisteren naar muziek, dat je er ook heel erg creatief van kan zijn, net zoals een schilder. Of je zit gewoon echt op je zolderkamertje iets te bedenken en vervolgens krijgen wij dat ook naar ons toegestuurd. En wij mogen dat beoordelen en dat is toch wel een mooie positie in de markt vanuit Breda. Ja, we staan ondertussen op het podium met de fantastische coverband 4Play. En dan ben ik eventjes benieuwd, Bert, welk nummer gaan jullie als eerste coveren voor ons? We gaan een nummertje van ABBA doen en dat heet Does Your Mother Know. Zijn jullie klaar voor? Uiteraard. Heel veel succes. Dankjewel.
Wolfsla akoestisch vanuit een woonkamer. Hoe ontstaat zoiets? Nou, eigenlijk een aantal mensen die heel erg van muziek houden en genoeg van hadden om bij optredens het geroezemoes te horen. We dachten, dat kunnen we zelf ook organiseren. En dan het idee van, we luisteren naar de muziek en na afloop gezellig babbelen, maar tijdens de muziek gewoon luisteren. En waarom deze band speciaal vandaag? Ja, die stond bij de popronde. En ik had de popronde van tevoren beluisterd en ja, ik vond het echt wel, het sprak me gewoon aan. En dat is eigenlijk het criterium, het moet ons aanspreken. En de ene keer dan is het wat beter muzikaal gezien dan de andere keer. Maar het moet ons aanspreken, het moet iets met je doen. Dat is het belangrijkste. Staat er nu dan de komende tijd ook meer op de planning qua dit soort evenementen? Van Wolfslaar Akoestisch hebben we een aantal optredens. We hebben 3 februari, de 17 februari, 10 maart en 24 maart hebben we nog wat te doen binnen. En daarna gaan we weer voor de zomerprogrammering beginnen. En dat is in augustus en september. Zou allemaal komen, zou jij zeggen? Ja. Rustig aan, hè. Het is binnen, hè. Dus 50 man en het is vol. Dus, ja. Nou, gaan we lekker genieten. Oké, dankjewel. While everyone was walking out, I stood there watching the empty stage for a couple of minutes. Then a sick pleasure came from knowing I'd be writing this later back at home. I don't have to do anything fun, I will write about not doing it in a song. Bij mij op de bank zit de mannen van 4play. Welkom. Dankjewel. Jullie zijn een coverbandje, hè? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ik denk niet dat dat echt een bewuste keuze is geweest. Je zit op een gegeven moment gewoon in een bepaald circuit en we maakten niet echt geen eigen muziek. Dus ja, dan wordt het automatisch coverband, denk ik. Maar ik dacht dat jullie wel eerst nog een paar eigen nummers hadden geschreven voordat jullie gingen coveren. Nou, dat is lang geleden. Met Jeff en mijn broer hebben we vroeger veel eigen werk gespeeld. En dat is later overgegaan in een rock'n'roll bandje. In 2000 is Emiel gekomen van band City to City. Bert de drummer, die kennen we al veel langer. Dus we zijn nu bijna 19 jaar samen. Ja, en hebben jullie dan nog wel ambitie, zeg maar, om nog iets groots te doen? Of is het echt nu alleen maar echt voor het plezier en voor de lol? Nou ja, sowieso voor het plezier. Dat is het allerbelangrijkste. Plezier is gewoon echt het allerbelangrijkste. Ja, en optredens zijn natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Daar repeteer je ook voor. Je wil natuurlijk ook wat je repeteert, wil je ook aan de mensen laten horen en zien. Dus dat is fijn inderdaad. Ja, en waar treden jullie met name op? We hebben een paar vaste optredens in het jaar. Elk jaar met de singeloop in de Bommel. Dat is echt heel leuk om te doen. Leuk publiek. En al voor de 29e keer gaan we naar de Nobelaar, de Muzebal met de carnaval. Dat is ook altijd hartstikke leuk om te doen. Maar mensen kunnen ons ook boeken. Ja, en nou is het wel, vind ik het eigenlijk wel bijzonder dat jullie zijn, want je zo'n leuke band. Maar vooral dat jij er zit is geweldig, want vorige maand hebben we natuurlijk Pearl Jam gehad. En daar speelt jouw zoon in, toch? Maar jouw zoon die speelt stiekem ook een klein beetje een rol in jullie band. Ja, hij is onze vaste invaldrummer. Dan komt dat niet zo heel vaak voor. Wij hebben natuurlijk een goede drummer. Maar mocht hij eens een keer niet kunnen, dan valt Martijn in. Mannen, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier bij ons te gast willen zijn. En ja, wij schakelen nu over naar de Popdokter. Op 10 februari 2019 vindt er weer een kluntocht plaats in Breda. Bij het woord klunen is al snel de link gelegd naar de provincie Friesland. In deze aflevering van de Popdokter gaan we het hebben over bandjes uit Friesland. Het duo Twarres, Fries voor tweemaal, bestaat uit Mirjam Timmer en Johan van Veen. Zij scoorden grote hits met onder andere Berg Bestoe uit 2000, gevolgd door She Couldn't Love in 2001. Dan was er ook nog De Kast met de grote hit In Nijedij uit 1997. Ja, met in hoofd, ja, met in het, als doe het door mijn mind. Hier is mijn hoofd, hier is mijn het,
jou weer besteden om daar, lang wie het kort. Ook Maywood heeft Friese roots. Maywood was een Nederlands popduo dat bestond uit de zusjes Alice May en Karen Wood. Pseudoniemen van respectievelijk Ali, wat Aaltje betekent, en Doetie, wat Doetje betekent. Late at Night uit 1980 en Rio uit 1981 waren hun grootste hits. Dit was weer een aflevering van de Popdokter. Graag tot over een maand. Ja, dit was dan alweer voor vandaag Onstage. Heb je nou ook een muzikaal talent, net als deze vier mannen? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu, bedankt voor het kijken en we gaan nog één keer luisteren naar 4Play. Welk nummer gaan jullie als laatste voor ons doen? We gaan een medley doen van INXS. Zijn jullie klaar voor? Uiteraard. Succes. Dankjewel. Don't ask me what you know is true. I don't have to tell you I love your precious heart, and I was standing, you were there, two worlds collided. And they can never tear us apart.
Breda Nu. Je weet het meteen.